vandaag gewoon even een lekkere update over alle planten. Dus ik gooi het gewoon bij de Doomsday Peppers. En dan kunnen mensen ook even gelijk kijken. Ik hoef er niet speciaal een extra aparte video voor te maken. In ieder geval de planten die in een 1 liter pot staan. Dat zijn de planten van Doomsday Peppers. Dat zijn deze planten. Deze potten. In een 2 liter potten. Dat zijn de planten die uiteindelijk in de kast komen te staan. En ze lopen nog een heel klein beetje achter deze planten. Maar over het algemeen ze beginnen ze aardig in te halen. Want ja, die krijgen natuurlijk gewoon zware voedingsstoffen. Hogere concentraties. En het was best grappig. Een tijdje terug was er iemand bij ons op de groep die had gezegd. Als je in een klein potje start en over gaat zetten. Dat ze achterstand krijgen die dingen allemaal. Maar dat heb ik dus wel bij deze planten gedaan. Terwijl die pepperdews en al die dingen gewoon direct gezaaid zijn in de pot. En ze zijn op dit moment iets hoger, dat begrijp ik. Maar je moet nagaan, die planten zijn een maand later in de pot gezet geworden. Dus deze planten hebben gewoon een maand voorsprong. Maar ja, over voedingsstoffen gesproken. Het wordt nou gewoon tijd dat ik voeding ga aanmaken voor deze planten. Ze zitten op dit moment gewoon op een formaat. Dus als je niet gewoon iedere week voedingsstoffen geeft. Of in sommige gevallen zelfs dagelijks. Maar dan moeten de planten groter zijn. Dan ga je complicaties krijgen. En ja, ik weet dat sommige mensen zeggen van. Het is niet echt efficiënt om iedere dag voedingsstoffen te geven. Of iedere week voedingsstoffen te geven. Maar ja, dit is hoe het gewoon werkt bij planten. Planten hebben voedingsstoffen nodig. En hoe kleiner de pot, hoe sneller de voedingsstoffen opgenomen worden. Dus ja, dat is ook de reden waarom 8 liter gewoon optimaal formaat is. Want het is groot genoeg dat er meer voldoende voedingsstoffen in kan blijven staan. En de plant groot genoeg kan worden. Maar niet tot de plant direct uitput. Maar een 1 liter pot of een 2 liter pot, dat gaat redelijk snel. Dus ik moet het gewoon continu bijhouden. En deze planten zijn nou op dit moment een goed voorbeeld. Want deze zijn gigantische grote planten. Die is ongeveer vandaar tot en met daar 50 of 60 centimeter. Ja goed, die planten zijn gewoon gigantisch groot geworden. Dat is trouwens mijn pepperdew, die is huge geworden. En die is net zo oud als die overige planten in de tent. Dus je kunt zien echt iedere plant verschilt. Maar deze planten heb ik dus in potten gezet met een hoop voedingsstoffen, verse potgrond, die dingen allemaal. Dus ik hoef me ook niet zorgen te maken over voedingsstoffen met deze planten. En ik hoef ze alleen maar water te geven. Dus dat is het voordeel bij een grotere hoeveelheden. En dan ben je gewoon niet de hele tijd aan kloten met voedingsstoffen. Maar wanneer ik complicaties ga zien bij deze planten, dan zal ik ook een vloeibare voedingsstof moeten geven in de vorm van ammonia of ja, wat voor complicaties er ook komen. Hetzelfde ook wanneer planten gaan vruchten, hebben ze meer fosfor nodig. Dus ik moet gewoon bijhouden van hoe de planten eruit zien en naar de symptomen kijken. En hetzelfde ook bij tomaten. Meestal bij de derde cluster van tomaten moet je extra fosfor geven. Want anders gaan produceren planten gewoon minder tomaten. Bij peperplanten is het vergelijkbaar. Je moet een hoop ergens insteken om er ook gewoon wat uit te krijgen. En hoe kleiner de pot is, hoe meer werk je hebt om het continu bij te houden. Bij een grotere pot zoals dit is het gewoon een stuk makkelijker om gewoon even een hoop voedingsstoffen erin te doen. En dan gewoon alleen maar beter bij te houden met water. Dit is de koffiedrop die ik heb opgespaard over een periode van een paar weken. Want ik drink best wel koffie in mijn eentje. Maar je kunt koffie op meerdere manieren introduceren. Door gewoon de koffiedrop toe te voegen aan de planten in een droge vorm. Ja, dat lost vanzelf een keertje op. Maar wat ik ga doen is gewoon een slurry maken om ervoor te zorgen dat alle wateroplosbare stoffen die er nou nog in zitten eruit te halen en dan op het eind van de week te geven aan de plot. Ik heb nou 1 liter water erin zitten, ik ga het eigenlijk afvullen tot het gewoon 1,5 liter is. Maar ik doe er nou 4 scheppen, gewoon goede scheppen koffie in. Koffieprut, hè? Dus geen nieuwe koffie, maar gewoon al gezette koffie. Want als jij verse koffie gaat toevoegen, er zit ontzettend veel zuren in, maar buitenom dat er zit ook cafeïne in en zo, dat wil je niet gewoon puur geven aan planten. Dus gewoon, nou, dit is in ieder geval de 4e. Dan vul ik het af tot ongeveer hier met wat water. Lavameel bevat gewoon heel veel trace minerals, sommige zijn wateroplosbaar. En die wil ik juist gebruiken om te introduceren aan het water. En voor alle duidelijkheid, dit is een poedervorm. Dus ik voeg nou gewoon een heel klein beetje toe. Dat hoeft niet echt veel te zijn. En wat ik nou ook een beetje toevoeg is gewoon wat magnesium sulfaat. Ik probeer er voorzichtig mee te zijn, want ik heb dat heel veel nodig in gedurende van het jaar. Dus ik probeer hier echt gewoon zo min mogelijk aan te komen. Want als het niet nodig is, is het niet nodig. Dus. En het laatste wat ik toe ga voegen, de ammonia. Want zoals ik voorheen al aangaf, 0,75 van een milliliter. En gewoon goed shaken op dit moment. Gewoon voor een paar seconden.
Wat ik nou op dit moment ga doen, is gewoon de fles, of deksel, een beetje openzetten, dat al druk eruit kan. En dan zet ik het gewoon in de keuken neer. En ik doe het gewoon 2 keer per dag shaken. En dat zorgt er gewoon voor dat alle wateroplosbare stoffen opgelost wordt in water. Dat de ingrediënten met elkaar kunnen reageren, want de ingrediënten gaan en zullen reageren met elkaar. Dus daarom zeg ik ook dat het gewoon deksel open moet blijven voor een stukje. En ja, nogmaals, alle wateroplosbare stoffen kunnen nou vrijkomen. Dit is de mix die ik maandag begonnen ben. En dit is 1,5 liter water ongeveer. 4 scheppen koffiedrap, een beetje ammonia, een beetje kalk, een beetje magnesium, wat lavameel. En ja, ik heb het gewoon in het water gedaan om ervoor te zorgen dat alle wateroplosbare stoffen die in de producten zitten in ieder geval eruit gekomen. Want ja, heel veel producten zijn maar wateroplosbaar, maar het heeft een lange tijd nodig. En als je koffie gaat zetten bijvoorbeeld, ja, de grootste berg van de koffie wordt de eerste 5 seconden eruit gehaald. Maar sommige producten heeft gewoon een hele lange tijd nodig voor te onttrekken. Hetzelfde ook bij de lavameel. Merendeel van de ingrediënten wat de lavameel is opgebouwd, is niet wateroplosbaar. Het heeft gewoon een hele lange tijd nodig om af te breken tot het punt dat het water oplosbaar is. Maar lavameel bevat bijvoorbeeld weer fosfor, lavameel bevat weer kalium, lavameel bevat gewoon een aantal ingrediënten, calcium, dat wel weer water oplosbaar is. Dus al die stoffen die probeer ik nou gewoon te onttrekken door gewoon een langere periode in het water te laten zetten. En ja, deze slurry te filteren dadelijk. En dan ga ik aan deze planten geven. Gewoon. Maar het eerste wat ik ga doen voordat ik überhaupt ergens aan begin is gewoon even alles filteren door een doekje of door een matje. Want de wateroplosbare stoffen zullen nu al onttrokken zijn. Je kunt er overigens voor kiezen om het niet te filteren. Dus dat moet je zelf weten. Maar ik kies ervoor om het gewoon even door een filtertje heen te doen. Maar ik ga deze planten nu voedingsstoffen geven. Het is gewoon een beetje op goede gok. Hoeft niet precies te zijn. Ik vind 75 ml wel een mooi aantal, dus alle planten krijgen 75 ml aan voedingsstoffen. 100 ml is gewoon net iets te veel. En voor alle duidelijkheid, wat overtollig is, loopt er onderuit, maar deze potjes zijn aardig droog. Want ik hou ze continu vochtig, maar niet nat. Nee, pineapple is de grootste vreedzak, dus die geef ik wel 100 ml. Want als er planten zijn die gewoon veel meer kunnen hebben, is het dit soort wel. Ik heb dat vaker op de groep gezegd. Dit is gewoon een gigantisch soort dat gewoon ontzettend veel vreet. Voor alle duidelijkheid, de reden waarom ik zoveel voedingsstoffen geef, is gewoon puur omdat ze in een klein potje zitten. De hoeveelheid voedingsstoffen dat een plant opneemt, heeft met het formaat van de pot te maken. Als jij een 5 liter pot hebt, dan zit gewoon veel meer voedingsstoffen verdeeld over een grotere oppervlakte. En die wortels die hebben niet alles gewoon bezet. Dus wortels die gaan zoeken, nemen het langzaam op. En op een gegeven moment hebben ze alles gebruikt en dan zie je die dingen ook groeien. Omdat ze gewoon de voedingsstoffen gewoon veel efficiënter op kunnen nemen. Bij een klein potje is dat gewoon veel sneller. Dus bij een klein potje neemt de plant veel sneller, veel efficiënter de voedingsstoffen. Ik heb naar alle planten water gegeven. Ik heb ze ook even allemaal onder gecontroleerd. Alleen deze plant had een beetje een geel blaadje. Is waarschijnlijk stikstoftekort. Ik zal het beter bijpakken. Zoals je kunt zien, onze bladeren begint geel te worden. Is waarschijnlijk stikstoftekort. En ook zie ik dat er in de kroon een beetje een krullend blad is. Het ziet er niet 100% uit. Dus waarschijnlijk doet het wel goed dat ik gewoon nou wat extra voedingsstoffen introduceer. Dus ja, we zullen het zien. Over een paar dagen als de nieuwe scheuten beginnen te vormen, die dingen allemaal. Maar ja, het is gewoon belangrijk om continu op te letten. En 1 keer per week, 1 keer per 2 weken even de planten controleren. Heeft die voedingsstof nodig? Zie je complicaties? Zijn er gele bladeren? Zijn er paarse bladeren? Zijn er gaatjes in de bladeren? Gewoon kijken wat de complicaties zijn. Kijken of je oplossingen kunt vinden. En bij voedingsstoffen waarvan je het zelf maken bent, dus door gewoon zoiets te maken, is het nog een stukje lastiger, want je moet er rekening mee houden met de ingrediënten die je toevoegt aan de planten. Want nogmaals, je kunt lavameel geven en ondanks dat ze een hele waslijst aan ingrediënten hebben, er zijn maar een aantal wateroplosbaar. Het laatste wat ik nu nog ga doen is gewoon de restant wat hierin zit aanvullen met water. Goed shaken. Dit wordt gegeven aan de planten die ik bij het raam heb staan. Dit is wat ik over heb en ik doe gewoon overal een scheut bij. Even een beetje. Maar zoals je ziet, de fles is leeg. Dus er is vrijwel niks meer overgebleven, alleen een paar koortjes. Maar alle planten hebben nou voedingsstoffen gehad.
ja, er zijn geen stoffen overgebleven die ik weg kan gooien. Dus alles is gebruikt. En dat is het voordeel van een beetje doomsday pepper-achtige manier kweken.